navigatie naar dichtstbijzijnde pomp. Ja. Dat is nog wel even rijden, geloof ik. Oh, we lopen al erop. Zie je, we gaan oh, nee, lopen nee, op. Ik zeg dat net, we gaan van 19 naar 18. Dus ik heb best wel wat motor. Zo naar binnen zetten. Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Welkom terug bij weer een gloednieuwe video. Jullie zien het op de achtergrond. Het is er zover. We gaan op pad met een knijterdikke cabrio. Een dikke V8. Het is niks minder dan een BMW M6 cabrio. Oh, yes. Kijk eens, daar is die hoor. Hoe is het? Goed man, met jou? Zeker, goed. Hij heeft weer wat verzonnen ja. Jongens, we gaan op pad met de M6. We hebben het natuurlijk gehad over een dikke hot hatch. Ja, meermaals. Jij hebt het gehad over de Focus RS, dat blijft jouw favoriet. Ga niet veranderen. Die van mij die blijft de 140i. De zomer staat voor de deur. Het is nog niet zo heel erg mooi weer, nee. Dus lekker bewolkt. Maar dan mag de pret niet drukken, nee, we gaan vandaag op pad met een dikke cabrio voor 65.000 euro. En als het aan mij ligt, is dat een BMW M6. En wij gaan in deze video een paar hele leuke lijstjes doornemen voor een dikke cabrio voor 65.000 euro. Plan. Dat heb je erbij staan. Ja. 997-2, S of een 4S voor 65k, red je net. 991 te duur. M4 cabrio vanaf 50k, of 60k heb je met een goede kilometerstand. Jaguar F-Type. Ja, competition. F-Type, V6S. 16 V6S, 380 ponies. Ja. En dan deze natuurlijk. Als je goed zoekt, red je ook een 8. Een R. Ja? Ja. En ik heb nog een hele bijzondere, maar daarvoor moeten jullie gewoon blijven kijken. Ja. Ja, dit gaat niemand die nakomen, dat ik denk dat ik ga uitspreken. Okido. Nou Sam, welkom in mijn droom. Ja. In mijn jeugddroom. Ja. Dit vind ik wel meteen leuk om even op terug te komen. Jij zei dat net inderdaad. Mogen we dat vertellen in deze video? Wij mogen het vertellen in deze video. Ja, leuk. Top. Want ik heb ongeveer precies hetzelfde verhaal gehad. Toen ik begon, tenminste, 50 abonnees en ik maakte toen filmpjes over Mazda, over Nissan, over Honda. Toen liep ik bij Roy binnen in de showroom en er stond de Audi R8 in het floret zilver mat. Oh, mooi. Zo'n auto uit 2000, wat is het? 16, 17. Oh, en, gewoon echt een nieuwe. Ja, toen was hij echt nieuw hoor. Ja. En toen zei ik, ik kende Roy niet, ik wil graag met die auto filmen. 50 abonnees, hè? Ja. Ja, het heeft me zo hard uitgelachen. Als iemand de showroom binnenloopt, vraag hem naar dit verhaal. Hij vertelt het je vol passie. Geweldig. Vol passie. En, maar hij zei, je bent niet naar huis toe gegaan. Nou, ik ben wel naar huis gegaan. Oh. Zonder dat ik een auto had gereden. En toen belde hij me op, of we stuurden hem een appje, denk ik. De R8 lijkt me nog niet zo'n goed idee. Ja. Maar, je mag wel een keer met iets anders komen rijden. Dus kom maar langs, want ik heb wat anders. En dat was een 335i. Er werd een S3, werd uiteindelijk een RS3, werd een RS5 en toen belde Mercedes op, dus dat is hoe het is begonnen. En toen de abonnees? Abonnees gingen toen goed, die gingen groeien inderdaad. Ja. En wat grappig is, die auto die kwam nog een paar keer terug, die uitstond op Engels kenteken, woonde half in Amsterdam, half in Londen. Ja. En die was heel soms en Roy heeft altijd gezegd, jij mag er nooit in rijden. Je mag er nooit in rijden, gewoon puur uit principe. Ik heb alles mogen rijden bij Roy, behalve die auto. En tot op de dag van vandaag? Nee, want? Hij kwam weer terug in de verkoop, de man wilde er vanaf. De auto is inmiddels ook verkocht in een week. En ik heb erin gereden. Dus het mooi is het ongeveer hetzelfde verhaal als deze auto. Ja, ja. Ja, want ik, dat was 2013 geloof ik. Toen, volgens mij was ik... Ik dacht net 18 geworden, ik had net mijn rijwijs, dus die M6 Grand Coupé die kwam uit. Is ik, ook wel een hele lelijke auto om te beginnen hoor. En ik zag die auto, die kwam de show om ingerold en we hadden een demonstratieauto van BMW Nederland. En al die klanten konden me uitnodigen. Iedereen riep rustig maar uit. Ja. En ik wou natuurlijk wel even een rondje met die auto gaan rijden. 18 jaar zonder rijervaring. Nou, dat ging dus even niet gebeuren. Ik kan prima 560 Dat ging dus even niet gebeuren. Ja hoor. Dus daar baalde ik toen echt van. En de jaren daarna heb ik wel eens een keer dat ik naar Rally een M6 in en kon je er een keer een stukje mee rijden. Maar ja, nu is deze dan bij ons binnengekomen en dan een cabrio-versie. Ja, en je kijkt er nu iedere keer naar en je moet dan weer aan het verhaal denken. Ik heb het ook iedere keer dat ik die R8 zie, online of bij Roy of waar dan ook, denk ik van ja. Mag ik
goed, 560 pk, cabrio, unieke auto. Er zijn er maar twee of drie van te kopen in Nederland. Ja, ik zat even te kijken inderdaad, wat nogmaals. We hebben een mooi lijstje samengesteld. Ja. 65.000 euro, een dikke cabrio, met veel vermogen. Niet een mooie cabrio, ook, maar vooral veel vermogen. Ja. Wat koop je dan? Laat het alvast weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan kiezen, want jullie zouden samen zeggen, zouden kopen voor 65.000 euro. Jij kwam met hem met de M6. Ja. Eerste wat in mij opkwam, F-Type R Cabrio. Ja, waar zit het? Man. Dezelfde motor als in de Range Rover Sportage. Helemaal top. Want die F-Type, heel veel mensen die zullen misschien ook helemaal niet kennen. En ook niet met die 8-cylinder motor. Nee. Maar de Range Rover Sport SVR, die kent natuurlijk iedereen. Iedereen. En dat is zo'n waanzinnige motor. Ja, supercharged, geluid. V8. Enige nadeel is, en jij doet natuurlijk eigenlijk al V6S. Ja. Is denk ik de best klinkende V6 die er is. Absoluut. Ja, maar scheelt volgens mij, wat is het, 40 pk met de normale? Ja, klopt inderdaad. Maar gewoon die toon van het... Echt gewoon een scherpere 6-cylinder. Echt geweldig. Maar die 8-cylinder, die supercharged V8. En deze dan? Het is een beetje, dit is natuurlijk de opvolger van de M6 met de 10 cilinder. Ja. 8-cylinder, turbo's. Ja, 8-cylinder, turbo. 4,4? 4,4 inderdaad, dezelfde motor als uit de M5. Ja. Het is ook gewoon eigenlijk een M5, maar dan een cabrio versie. Ja. Eigenlijk een klein beetje een rare auto, want het is natuurlijk een hele grote auto. Het is ook niet een typische sportauto. Je bent nog wel een slag groter om te zien dan een M5, hè? Of ja, en hij is volgens mij ook, het scheelt volgens mij 2 of 3 mm ten opzichte van een BMW 7-serie de breedte. Het is gewoon echt een hele brede auto. Maar het is wel gewoon de afwerking is gewoon super hoog. Mooie lederen dashboard, Bang & Olufsen ook systeem. Ook vet, een two-tone trouwens. Ja, cool. Ja. Kleur van het interieur, net als de X5M waar we mee hebben gereden. Ja. Oh, Silverstone heet het. Die heeft zo nagedacht. Ja. Nee, dus dit is gewoon, dit is gewoon echt een waanzinnige auto. Ik had zelf in mijn lijstje ook een Jaguar F-Type. Ja, ik ook gewoon een originele auto. Ik kan bij Maar dan de 6-cylinder, de snelle 6-cylinder S. Ja. Wat ook natuurlijk een leuke auto is, maar je ligt wat meer voor de hand. Porsche 911, cabrio. Ja, er zijn er alleen best wel veel natuurlijk van. Ik heb hem niet eens gespecificeerd. Ik heb gewoon 911 cabrio. Ja. En wat koop je dan? Die auto's is natuurlijk ook in prijs best wel gestegen afgelopen. Sinds het begin van de coronapandemie. En voor 65.000 euro koop je tegenwoordig ook geen 991 meer. Je koopt een 997, MK1, MK2. Okay, ja. MK1 zou ik altijd met de handbak kiezen. Want die Tiptronic is gewoon een beetje gewoon een slome automaat. Ja. En vanaf 2008, 2009 kom je facelift geloof ik, hè, de MK2. Oeh, ik zeg heel, ik ben heel slecht in Porsche generatie. Ja, dan heb je in ieder geval PDK, die dubbele koppeling. Ja, dat zou je sowieso weten. Het is gewoon een tijdloze klassiek. En wat wel leuk is, dit is natuurlijk echt een slagschip om mee te rijden. Dus in het begin is het echt wennen van, het M4, daar komen we zo nog op. Maar daar heb je gewoon veel beter overzicht in. Het is meer een sportauto. Maar om terug te komen op die 911. Die 911 is natuurlijk, het is een relatief compacte auto als je een 997 absoluut hebt. Die 991 is ook zo'n hele grote auto geworden. De meest gebruikelijke sportauto die er is, denk ik, 911. Ja, ik denk het ook wel, ja. Ja, Boxster kunnen we natuurlijk ook nog over hebben. Ja, inderdaad. Het geluid is echt dol, hè? Oh. Maar snap je wat ik bedoel? Een beetje dat technologische tintje erdoorheen. Het is heel relaxed. Ik denk, hier heeft u wel een handje nodig. En die versnellingsbak is echt goed, hè? Ja. Dat is echt uniek voor een BMW ook. Ja, en nu hoor je het tenminste. Een M5 hoor je niet. Die is dicht. Hij zit best relaxed, gewoon voor een open auto. Weinig windgeruis. En het is comfortabel, joh. Want ik zie hier nu inderdaad de additieve dempers. Ja, dat is wel groot. Die klappen, man. Goed, hè? Oh. Maar gewoon heel subtiel. Het is niet too much en je hoort ook niet die knallen inderdaad. Nee. Ah, dit is top. Dit is wel ver boven verwachting. Krijg je nog een grote glimlach van? Ja, ik vind het eigenlijk ver boven verwachting. Maar een M8 had ik. Nou, ik heb best wel wat motor. Zo. Oh,
keer die persoon naar binnen zetten. Nee, maar zo'n M8, ja, het worden ook allemaal grote auto's, hè? Ja. Wat weegt dit? Goeie vraag, een goede 2000 kilo. Wel een hoop, hoor. Zo, je weet wel lekkere weggetjes uit kiezen. Is goed, hè? Ja, ja, top dit, hè? Hij gaat niet zo hard, deze. Brandstof op. Vind ik raar. Ja, je hebt toch netjes. Dat is niet normaal, hè? Ja. Wat? Ik heb het gemiddeld verbruik. Oh, deze zocht ik. We zoeken navigatie naar dichtstbijzijnde pomp. Ja. Dat is nog wel even rijden, geloof ik. Oh, we lopen al weer op. Zie je, dan gaan we... Oh, we lopen nee, ik zeg dat net, we gaan van 19 naar 18. Dus... Ja, dus. Wat genieten, hè? Wat genieten, hè? Ja, tof zo, meteen moet ik denken. Wel bijzonder dat iedere keer dat wij samen op pad zijn in een BMW, die dat al heel vaak geweest, moeten we denken. Ja. En ook echt spoedig denken, want die X5M was ook leeg. Ja, nee, die Mustang dan die jij bij had. Ja, die was nul. Die, die moest er bijna aanduwen, man. Had wel gekund achter de X5M aan. Ja, ja, prima gekund. Trekhaakje, 15 kilometer. Nou, dan moet hij toch ergens op die weg gewoon op zitten. Ik weet niet of je hier rechts van je hebt gekregen.